Gemeente Nijmegen gaat de noodwoningen aan de Hatersseweg in omgeving, ook wel Maycrete-woningen genoemd, individueel proberen te verkopen. De gemeente bezit 55 van de 60 woningen. Eerder werd geprobeerd de woningen in één verkoop van de hand te doen, maar daar was weinig belangstelling voor. Daarnaast concludeert de gemeente dat een dergelijke en masse verkoop te weinig op zou leveren. Later dit jaar worden de woningen aan de huidige huurders aangeboden. De overgebleven woningen worden daarna gedurende een periode van 5 jaar gesleten aan derden. Huurders houden hun rechten als de woning waar ze in wonen verkocht wordt. Wethouder Renske Helmer gaat de raad vragen positief te oordelen over verzoeken om van 2 woningen 1 te mogen maken, omdat de Maycrete-woningen beschermd worden als gemeentelijk monument. Volg ons online via Facebook @altijdn1. Op onze website n1.nl of via Twitter @altijdn1. Want Nijmegen is altijd n1.